Daar gaat mis met de MSC Zoe. En 10 ton containers ongespield op de Frieske Waddeneilanden. Het strand van Vlieland en Terschelling bezaaid met aangespoelde goederen. In de nacht van 1 op 2 januari verleer de MSC Zoe 342 containers boven de Waddeneilanden. De grootste containerramp in de geschiedenis van Nederland. Uit onderzoek van Omroep Friesland en RTV Noord toch blijken dat de controle van de oerheden op de belading van de grote containerskippen jenstig te kwad zit. De zware containers komen net altijd onder in het schip terjochten, wat ten koste gaat van de stabiliteit. Het gevolg hiervan kan wezen dat net goed beladen en oerbelaste containers de hele stapel containers instwatten laten kunnen. Als je met grotere schepen gaat varen, dan is de kans dat er veel containers overboord vallen in één keer, wordt ook steeds groter. Ja, wat je heel mooi ziet aan deze containerwand van dit schip is dat er staat een soort rek achterop waardoor de onderste 2 lage containers gezekerd is. Dan zie je nog met zogenaamde lashings, dat zijn die kruisijzers, nog 1 rij gezekerd. En daarboven staan ze dus vast alleen maar door middel van twistlocks. Dat zijn op elke hoek een gietijzeren driehoek die hem vasthoudt. Nou, dat is niet veel. En als dat schip gaat slingeren, dan is de uitslag bovenin natuurlijk het grootst. Dus daar zijn de krachten ook het grootst. Daarnaast komt ook uit het onderzoek dat het net altijd duidelijk is hoe zwaar de containers binnen. En wanneer ze te zwaar binnen, worden ze door grote tijdsdruk in de havens vaker net als wolwegeren, hoewel het verplicht is om het gewicht te controleren. De voornaamste oorzaak van de tijdsdruk in de havens is de lietse financiële marge van rederijen. De grootste mogelijkheid om geld te besparen is door vlugger te laden en te lossen. Eerder al binnen de onderzoeken West, omdat er al lange tijd signalen wienen dat veiligheidsvoorschriften net nijlibben waren. Met de resultaten en de aanbevelings is neert ont amper wat dien. Een woordvoerder van de onderzoeksraad voor veiligheid liet weten dat het eindrapport hoe de containerramp net voor het eind van dit jaar verwachten worden kan. Wat hier plaatsvindt is een vorm van Russische roulette. Het kan elke dag weer opnieuw gebeuren. Het gebeurt ook elke dag opnieuw en heel vaak zien we het niet omdat het op de oceaan is. Nu zagen we het toevallig omdat het boven de Waddeneilanden is. Maar ja, dit is een vrij gevaarlijk spel wat wij spelen.